persoonlijke mededeling van uw voorzitter. De ledenvergadering van LTO Nederland heeft mij benoemd per 1 januari 2021 tot voorzitter van LTO Nederland. En daarmee ga ik het voorzitterschap van Glastuinbouw Nederland neerleggen. LTO Nederland is een grote organisatie, 35.000 leden van onze boeren, van onze tuinders, van onze kwekers en van onze telers. En Glastuinbouw Nederland heeft een duidelijke relatie met LTO Nederland. Wij zijn als Glastuinbouw Nederland zelfstandig, maar zijn ook lid van LTO Nederland. Want op een aantal fronten werken wij samen. Namelijk op het gebied van arbeid, en op het gebied van gewasbescherming en zeker ook in de context van energie en klimaat. Dat neem ik dus mee vanuit alle bezoeken in de afgelopen 16 jaar. 2036 bedrijven mocht ik bezoeken. En ja, daar zitten een aantal dezelfde bedrijven bij. Maar het ondernemerschap wat u geeft, u als lid van Glastuinbouw Nederland, dat neem ik mee in mijn bagage naar LTO Nederland. Ik ben er dus niet meer direct bij, maar wel nauw met u verbonden. En dat wil ik ze ook zo houden. Want de glastuinbouw in Nederland is sterk op weg en maakt onderdeel uit van een sterk agrarisch Nederland 2030. Tot 30 november kunt u nog een aanvraag indienen voor het noodfonds Sierteelt en Voedingstuinbouw. Heeft u een voorschot ontvangen, maar dient u geen aanvraag in, dan wordt uw voorschot teruggevorderd. Hiervoor kunt u ook onze website raadplegen.